Op een schaal van 1 tot 10, hoe drama is Shell? Laten we daar in deze video eens een keer naar kijken. Want aan het begin van dit jaar heb ik een video gemaakt over Shell, waarin ik echt het hele het aandeel zeg maar onder de loep neem en het hele, de hele business uit elkaar trek. Die zal ik ook zeker even voor je linken. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, kijk die zeker even als je geïnteresseerd bent in de, ja, in de praktijken van dit olieconcern. Maar ik wil vandaag specifiek induiken op klein beetje het aandeel. En daarna vooral ook hoe duurzaam Shell eigenlijk is en hoe de toekomst van Shell er eigenlijk uitziet. Want vind ik een interessant onderwerp. En als ik het een interessant onderwerp vind, dan denk ik dat er ook wel een paar van jullie tussen zitten die het interessant vinden. Aangezien ik duurzaam beleggen toch wel harken aanstip op dit kanaal. Dus laten we daar even mee beginnen. Ik heb laten we beginnen met het aandeel even. Ja, laten we dat gewoon even uit de weg kijken. Want ik weet dat de mensen altijd direct naar de analyse van de aandeel gaan. Ik heb aan het begin van het jaar gezegd dat ik denk dat het aandeel van Shell redelijk hard gaat stijgen. Ik denk dat ik daar een koersdoel op had gezet. Koersdoel is een stom woord. Maar vooral denk ik dat het in de richting gaat van, nou, wat zal dat zijn, zo'n 26 tot 28 euro. Dat had ik daarin gezet. Ik heb zojuist de nummers weer even geüpdate, want we zijn weer een paar maanden verder. En ik denk eigenlijk nog steeds dat het geval is. Het aandeel van Shell had een goede run aan het begin van het jaar. Toen ik die video maakte, stond het op 16. Uiteindelijk was het 16 euro en uiteindelijk was het zo'n 18,5. Alleen de beurs heeft het de afgelopen tijd een beetje matig gedaan. Daar heeft het aandeel van Shell ook last van gehad. Maar als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar de olieprijs en dat soort dingen, dan begrijp ik eigenlijk niet zo goed waarvoor het... de resultaten zijn nog niet binnen natuurlijk van Shell. Dus hebben die omzet nog niet gemaakt. Maar ik heb in die video ook al eens een keertje bewezen dat de stijging van de olieprijs direct een gevolg is voor de omzet van Shell en hoeveel winst ze daar uithalen. En als je dan ziet dat vorig jaar stond of wat olie... het heeft echt een dieptepunt gehad van $15 hoor. Maar nu volgens mij schommelde het ergens rond tussen de 40 en de 50... als ik het zo zeg, per vat. Dus dat was echt verschrikkelijk. En nu staat het alweer op $70 per vat olie. Dus dat geeft aan. En dat is gewoon dat is praktisch het oude prijsniveau waar ze op zitten. Terwijl het aandeel nog steeds op het niveau zit van echt de crash die het had in het begin van 2020. Want het aandeel van Shell stond altijd op een euro of 28. En toen donderde het ineens naar die 16 toe, zoals ik net al zei. En daar hangt het nu eigenlijk nog steeds een beetje. Terwijl de verwachtingen zijn dat die olieprijs is al gestegen. Maar dat heeft dus ook een gevolg voor het aandeel van Shell. Dus ik denk nog steeds, ook als ik de nummers nog een keertje doorgelopen heb, want dat heb ik natuurlijk voor je gedaan, denk ik nog steeds dat aandeel gewoon een goede koop is op het moment dat je daarin geïnteresseerd bent. Dus mocht je Shell nog steeds willen hebben, dan denk ik dat er weinig veranderd is in de business van Shell. En dan denk ik dat dit gewoon een stuk beter jaar wordt dan het jaar daarvoor. En dat moet natuurlijk zijn uitdrukking hebben in de oliekoers. In de aandelenkoers. Dat gezegd hebbende, wil ik het toch even hebben over hoe duurzaam het bedrijf nou eigenlijk is. Want een van mijn grote kritiekpunten in de video die ik vorige keer maakte, was het feit dat Shell een beetje, gewoon heel erg matig is op het gebied van hoe hard ze investeren in duurzame energie. En de CEO's van Shell zijn het daar niet mee eens, maar er zijn een hele grote groep mensen die dat wel vindt. Want om een idee te geven... Shell investeert miljarden per jaar. Echt miljarden. Het is volgens mij een van de grootste bedrijven op het gebied van omzet die er gedraaid wordt. Shell draait een omzet van meer dan 300 miljard. Ja, tussen 250 en 300 miljard per jaar. Miljard, hè? Even normaal. En daarvan wordt er zo'n... Wat was het? In de afgelopen 5 jaar heeft Shell 106 miljard geïnvesteerd. En hier komt-ie. Dit is de kikker. Van die 106 miljard was 3,2 miljard... ging naar duurzame energie. Dus dat is de ontwikkeling. Dat is waar Shell zich op richt. Dat is hoe de energietransitie eruit gaat zien voor Shell. Dus andere 103 miljard die werd gebruikt om nieuwe gasvelden aan te boren, nieuwe olievelden aan te boren. En de huidige platformen en infrastructuur in stand te houden en te onderhouden. En er werd 3 miljard gebruikt voor het ontwikkelen van de toekomst. Eigenlijk de toekomst die in 10 jaar al werkelijkheid moet gaan worden. Ondertussen alweer 9 jaar. Dus dat is, ik denk dat elke leek daarnaar kan kijken en bij zichzelf kan denken, gaat daar niet iets fout? Maar goed, dat zal Shell zelf zegt dat 3 miljard per jaar, of dat in ieder geval genoeg was. Maar dat zeggen ze achteraf, want in eerste instantie was de planning namelijk dat ze minimaal $3,4 miljard wilden besteden in die 5 jaar. En dat ze hadden een sky scenario, dat is dan het ambitieuze scenario van Shell. En daarin zeiden ze dat ze 7,2 miljard wilde investeren. En dan is het 3,2 geworden. Dus eigenlijk op alle punten. Shell zelf zei in dit geval dat de rendementen die er waren. Dat de prognose daarvan. Dat niet genoeg rendement zou opleveren.
Maar ja, ik bedoel, je moet uiteindelijk toch op de een of andere manier 300 miljard in omzet gaan vervangen. Aangezien gas en olie na 2030, dat heb ik in die andere video ook al eens een keer gezegd, gewoon wel een duikvlucht gaat nemen. En ik begrijp, laat het duidelijk zijn, ik begrijp dat, dat Shell als bedrijf zijnde op het moment ook nog moet investeren in die huidige olieplatformen en in de huidige gasvelden. Want we hebben gas en olie op het moment nog wel nodig. Olie steeds minder, maar de transitie gaat eerst naar gas. Gas is een veel beter alternatief dan olie. Dus ik begrijp dat er miljarden worden geïnvesteerd. Alleen, het is een beetje zielig toch wel als je ervan uitgaat dat die 3 miljard nu, die ze in de afgelopen 5 jaar hebben geïnvesteerd, dat dat over 30 jaar wel gewoon die 300 miljard aan omzet moet gaan vervangen. Dus is in dat optiek een beetje matig. Wat ik wel grappig vind om te zien, er was laatst een, er zijn een paar dingen wel op het gebied. Het is niet zo dat Shell helemaal stil zit. Ze hebben afgelopen maand of 2 maanden geleden hebben ze een energietransitierapport hebben ze uitgegeven, waarin ze aangeven dat ze in 2050, hier komt die, CO2 neutraal willen zijn. Dat is op zich een goed doel. Maar dit is het probleem ook met Shell Hub. Ze hangen daar niet echt concrete tussendoelen aan. Ze hebben wel, wacht, ik heb het hier voor je staan. Wat hebben ze in het rapport gezet? Ze willen tussen, in 2030 willen ze 20% mindering hebben van de CO2-uitstoot. In 2035 willen ze 45% daarvan hebben. En in 2050 willen ze 100% klimaat, CO2-neutraal zijn. En het probleem wat ik altijd met Shell heb, is dat Shell is ontzettend goed in marketing. Shell is ontzettend goed in marketing. En ze hebben al 20 jaar proberen het imago te creëren van een groen energiebedrijf. Terwijl het een van de meest vervuilende oliebedrijven ter wereld is. En daarmee dus een van de meest vervuilende bedrijven. Maar ook deze doelen zijn leuk, hè. Ik bedoel, ik kan ook schrijven dat ik in 2050, Olympisch zwemmer wil zijn. God weet ik het. Maar als je daar geen concrete tussendoelen voor stelt, en als je als uit de cijfers uiteindelijk blijkt dat de investeringen gewoon daar simpelweg niet genoeg toereikend voor kunnen zijn überhaupt, dan maak ik me daarin redelijk zorgen. En dat is ook wat heel veel aandeelhouders zien, want in de afgelopen aandeelhoudersvergadering zijn er verschillende actiegroepen die moties hebben ingediend. Een van die moties die er werd ingediend, dat is volgens mij Follow This. Dat is een actiegroep die als aandeelhouder bij Shell zit, omdat ze aandelen van Shell hebben. En die heeft als motie ingediend dat ze niet alleen willen dat Shell hun best gaat doen om in 2050 CO2 neutraal te zijn, maar ook om ervoor te zorgen dat ze nu al daadwerkelijk hun CO2 naar beneden moeten brengen. Dat ze daar daadwerkelijk actiepunten op moeten laten zien, en dat daadwerkelijk ook in de komende jaren effect moet hebben, aantoonbaar. Dat was een van de moties die werd ingediend. En dat vind ik dan wel weer leuk om te zien. Want in 2019 ze dienen elk jaar dezelfde motie in. Dat is altijd leuk bij die actiegroepen. In 2019 dienden ze die motie in, en toen had 6% van de aandeelhouders was het met die motie eens. Een jaar later hebben ze die motie natuurlijk weer ingediend. 2020, toen was 14% van de aandeelhouders het mee eens. En 2021, nu dus, hebben ze de motie weer ingediend. En wat denk je? 30%. 30% van de aandeelhouders is het met die motie eens. Wat voor mij laat zien dat, als dit zo door blijft groeien, en daar ga ik eerlijk gezegd wel van uit, dat de urgentie bij aandeelhouders toch ook begint te groeien. Dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren. Want heel veel van die aandeelhouders, moet je niet in vergissen, zijn pensioenfondsen, zijn grotere bedrijven. Die toch ook meer richting, die willen ook die duurzaamheid op, want die begrijpen ook wel dat ze daar een belangrijke rol in spelen. Dus ik vind het in ieder geval leuk dat de druk van binnenuit steeds meer begint te groeien bij Shell. En hoe dat gaat uitpakken, ik hoop natuurlijk goed. Voordat iedereen zegt, want ik weet dat af en toe mensen zijn in de comments die direct opschrijven dat Shell wel een waterstoffabriek heeft gebouwd. Ja, dat is leuk, maar nogmaals, de investeringen lijken niet echt toereikend te zijn voor wat het daadwerkelijk moet gaan worden in de toekomst. Maar ik vind het in ieder geval leuk om te zien, of in ieder geval goed om te zien, dat er gewoon simpelweg meer en meer animo begint te komen bij een van de grootste vervuilers ter wereld, om ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk ook een koers bouwen die interessant is. En niet alleen interessant, trouwens ook niet alleen interessant voor het feit dat we de wereld niet naar de tering moeten helpen. Maar ook voor het feit dat als Shell niet snel genoeg actie hierop onderneemt, dat ze daadwerkelijk wel gewoon gedeeltes van hun winst gaan inleveren. Want uiteindelijk gaan we met z'n allen toch alleen maar gebruik maken van vernieuwende energie. En of Shell het nou aanbiedt of iemand anders, het gaat ergens vandaan komen. En ik denk dat het daarom ook interessant is. Niet alleen voor
Niet alleen voor de groene duurzame doeleinden, maar ook voor het eigen gewin van Shell, dat ze daadwerkelijk serieuze stappen ondernemen in de toekomst die ze moeten, ja, zoals die eruit moet gaan zien. Ik heb daar voor de rest weinig over te zeggen. Ik denk wel dat het een interessante update voor jullie was. En ik hoop dat er, ik hoop dat je er wat aan hebt. Jullie zullen hier vast een mening over hebben. Laat die zeker weten in de comments hieronder, want het is een interessante discussie. En ik ga hier graag over in gesprek met jullie. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Tot ziens!